We rijden nu wel naar de kustweg. Maar ik denk dat we hier met kilometer 60 km per uur reden. Dus ik heb niet heel veel in me op kunnen nemen op dat moment. De cameraman moet afstand nemen van de sprintende meute, vandaar dat het beeld niet stil te krijgen is. Dit was de laatste bocht voordat we de boulevard opdraaiden. Wordt lopen. Ik ben Jeroen Blaarlevers, ben geboren in 1971. In 1994 ben ik beroepsrenner geworden. In 1995 ben ik mijn debuut gemaakt in de Tour de France. In het begin ging het redelijk goed, de jongere categorieën. Was ik redelijk snel, dus kom ik best veel wedstrijden winnen. Alleen, ik ben nog steeds niet groot van stuk natuurlijk. En ja, van de jaren 15, 16, dan krijg je toch wel een heel groot verschil met jongens die al volwassen zijn. En ja, ik was altijd maar heel klein. Dus toen had ik een klein beetje een verval in mijn carrière. Kijk, in de jongere categorieën dan denk je dat je Tour de France kunt winnen. Zelfs toen ik bij de amateurs reed, dacht ik van, ik kan nog wel de Tour winnen. En het voorjaar reden we de Tour de Vaucluse. En Tour de Vaucluse was eigenlijk een open wedstrijd met de helft amateurploegen en de helft profploegen. En ze kwamen een renner tekort bij de ploeg waar ik reed, de jonge renner. En toen ben ik op het laatste moment meegegaan. En de wedstrijd was, de Vaucluse was bij de Mont Ventoux in de buurt, dus vrij lastig. Dus de eerste dag begon met een proloog. Ik dacht van, zal ik eens een mooie uitslag rijden, dus jong, 18 jaar. En ik was volle bak aan het rijden in de proloog. En ging zo'n klein beetje omhoog. En toen kwam er maar in één keer een renner voorbij rijden. Beenstukken aan, warm winterjak aan. Ik was in de koers en hij was in de warming-up bezig. En die komt langs en die zegt, hola. En dat was Miek wel in de Rijn. En ik werd een van de laatste in de tijd. Dus ik denk, nou, dat gaat hem ook niet worden. Later hebben we ook nog een etappe over de Mont Ventoux gereden. Tot halverwege, tot Chalet Renard. Daar heb ik ook één van de eerste gelost. Dat gaat hem ook niet worden op dit niveau. Alleen er waren ook een paar massasprints en daar kon ik wel mengen en een paar keer top 10 rijden. Dus ja, toen is eigenlijk wel het kwartje gevallen van dat kan ik en de rest wordt moeilijk. Kilometer. Wat zal dat weer worden? Cipollini zit wel heel makkelijk en heel goed. Museeuw zit ook van voren. Johan Museeuw in het midden. Ik denk dat Lombardi, de kaart Lombardi, gespeeld gaat worden door de ploeg van Polti. Oké, dit is dan voor mij persoonlijk de heilige grond. Deze boulevard heeft eerst toezegen plaatsgevonden. We proberen een uitval van Museeuw, maar dat is natuurlijk heel lastig met zo'n hoge snelheidssprint. Cipollini wordt goed gebracht door Lombardi. Svoroda en daarnaast pas zit Abdou Shaparov. Links komt Abdou. Abdou is weg. Groene trui wordt gepasseerd. Nou, die eerste rit dat ging eigenlijk heel moeizaam in de Tour. Ja, ik werd in het begin iedere keer gelost, was in Bretagne, constant op en af. Derde rit was de ploegentijdrit. Werd ik heel snel gelost. De ploeg moest wachten. Die renners waren daar niet blij mee, want er waren een aantal renners die dan echt staan op die ploegentijdrit. Maarten Bakker, Jelle Nijdam, Skibby. Die wilden echt een goede uitslag rijden. Maar goed, als ze niet hadden gewacht, dan was ik buiten tijd geweest. Dus ja, dat hebben ze gewacht. Werd ik weer gelost. Moesten ze weer wachten. En op een gegeven moment, voor de derde keer werd ik gelost en toen dacht ik van, goed, als hij nou doorrijdt, dan komt hij wel op tijd binnen. Dus ja, ik kwam net op tijd binnen. Maar de ploeg was hartstikke chagrijnig, omdat ze een aantal keren hadden moeten wachten op mij. Ze hebben s'avonds ook niet gesproken tegen mij, dus zat ik daar als jonge gast.
Bij de ploeg. Nou, de dag later was een massasprint werk tiende. Dus toen waren ze al een beetje wat vriendelijker. En een dag later, ja, dat was de rit naar Duinkerk, de langste rit. En ja, daar had ik het eigenlijk wel het meest op staan natuurlijk. Een hele vlakke rit. We begonnen aan die rit. En dat was net de introductie van een nieuwe versnelling, de 11. Daarvoor werd allemaal gereden op de 12. En ik had alleen maar op de 12 ooit gereden. En ik mocht eigenlijk niet van de ploeg met de 11 rijden, want dat was te zwaar, die versnelling. Ja, maar het begin van de rit, ik voelde me eigenlijk goed. Ik had hele goede benen, vond ik. Dus ben ik naar de auto gegaan en heb ik gezegd van, nou, ik wil toch een 11 hebben vandaag. Oké, dus kreeg ik een nieuw wiel met een 11 erop. Achteraf is dat een redding geweest, want met een 12 had ik nooit mee kunnen sprinten. Met hier rechts wordt vervolg gehouden Maarten de Bakker. Zeker is dat er een TVM-man heel hard aan de leiding rijdt. Doet hij dat voor wie? Maar Mark Smeets vraagt zich af waarom TVM kop rijdt. Moeten we geen kilometer wachten, dan weet je het. Ja, omdat gewoon de eerste dagen gewoon niet meekom. Hadden ze geen vertrouwen meer in mij. En zeker niet omdat het de langste rit was. En dus ik heb wel eens beelden gezien en Jesper Schieber rijdt een kilometer van tevoren op kop. En je zegt Smeets nog op in de beelden van de TVM-rijder rijdt op kop. Voor wie? Dus ja, de sprint gaan we aan en ze zien alleen maar de Abdouchaparovs of Moncassin en Cipollini zien ze alleen maar sprinten. En ze zagen mij niet. Dan zat ik gewoon helemaal geen vertrouwen in mij. Dus ik heb er iets van gezegd, maar ja, het is nooit goed gekomen eigenlijk tussen ons. Je ziet een hele brede boulevard. Die terrassen waren gelukkig niet aanwezig, dus we hadden wat meer ruimte. En ja, je ziet ook, het zijn een hele grote plaveien stenen. Bonjour. Links komt Abdou. Abdou is bij. Een groene trui wordt gepasseerd. Ik zat een beetje te ver van achter, rond de 8e, 9e positie. Dat was niet echt een goede positie eigenlijk. Dan zag ik Abdouchaparov zitten en je weet gewoon, ja, die was ook alleen. Die gaat zeker voor de overwinning. En je weet dat hij dan ook vroeg moet gaan. Dus ik heb voor dat wiel gekozen. En wat ik ook dacht, ja, dat kwam ook uit. Hij ging vroeg, maakte voor mij een perfecte lead-out. Wat hij zelf niet in de gaten had. Maar hij bracht mij mooi voorin. En de laatste 200 meter ben ik zelf aangegaan. Cipollini op Abdou. Dat zal heel moeilijk te zien zijn van hieraf. Abdou, Cipollini. Nee, Jeroen Blijlevens, je gelooft het of je gelooft het niet. Ja. 261 kilometer, dat was te veel voor hem, hè? Ja. Jeroen Blijlevens, spreek mij na, Nelissen. Blijlevens, zo. Het mooiste wat je hier ook kunt zien, Skippy die achteraan peloton Finis. Je weet dat ik in, allemaal renners opzij duwde, omdat hij zo snel mogelijk naar mij wilde komen. Ja, dat zijn wel mooie momenten natuurlijk. Ja, dat is wel een heel bijzondere dag in je carrière, want dan ben je eigenlijk van leuke sprinter tot in één keer wereldtop. Als je de toerrit wint, dan krijg je aanzien. En zeker ook, we zaten in de Nederlandse wielrennen niet in zo'n hele goede periode. We hebben weinig gewonnen. Dus ja, dan kreeg je in één keer heel veel aandacht. Dus was je ook in één keer een bekende Nederlander. Dus toen, vanaf toen is er wel heel veel veranderd. Dit is een medaille die je dan kreeg met de toerrit. Soms krijg je een beker, maar in de toer was het een medaille destijds. Dat verschilt ook wel van jaar tot jaar. Ja, dit is de foto van het podium. Ja, en dit is eigenlijk heel bijzonder. De rit was rond 61 kilometer, waren twee vissersdorpjes. Van Fécamp naar Duinkerke. Ja, na de toer leerde ik mijn vrouw kennen. En in de winter was kerst en we waren bij mijn schoonouders. En ik loop de trap op. Ik zie in één keer twee schilderijtjes hangen. Er waren deze schilderijtjes. Die hingen daar al jaren. En ik kijk gewoon eventjes naar. Ik vind ze ook niet echt bijzonder, maar ik kijk gewoon heel even. En mijn naam die valt op Duinkerke. Ik denk, dat is bijzonder. Hè, daar heb ik gewonnen. En het schilderijtje ernaast kijk ik. Hè? VK.
Dus precies de rit van VK naar Duinkerken. Hing daar al jarenlang in het trappengat. Ja, ik moest eventjes een paar keer kijken, dus ik vroeg ook van hoe lang hangen die schilderijtjes er al? Ik denk, ja, misschien hebben ze wel opgehangen, maar het hing er echt al jaren. En hun wisten ook niet dat het zelfs niet eens dat Duinkerken erop stond. Het was gewoon een beetje decoratie. Dus ja, dat is heel bizar. Ja, hier let niet op de rotzooi. Dit is een washok. Hier staan wat trofeeën die ik dan gewonnen heb. Vier schilderijen van mijn toerrit zegers. Er staat een hoop stof op, want het is niet dat we het elke dag schoonmaken. Het is gepasseerd en het is verleden tijd. En, herinneringen die je hebt, die zijn belangrijker dan een stukje metaal, zeg maar. Ah, het is wel bijzonder om hier weer te komen, want het is de eerste keer dat ik hier weer kom. Het is wel bijzonder en het is niet zo dat ik in de sprint alles heb opgenomen, dat ik alles nog herken. Maar ja, goed, de boulevard, ja, die herken je natuurlijk wel. Je gelooft het of je gelooft het niet. Ja. 261 kilometer. Dat was te veel voor hem, hè? Ja. Jeroen Blijlevens. Spreek mij na, Nelissen. Blijlevens. Zo.